welkom bij aflevering 2. We gaan kijken om een leerlingske krijgen van naar Thailand te kunnen gaan, want ik heb liefde nodig, ik wil een liefde kwam. Check it. Ploeg! Nu ben ik dus onderbouwd om te gaan kijken om een leerlingske krijgen voor wat liefde in mijn leven te kunnen blazen. Want alle gevoren... Ja, geloof. Maar mijn vorige relatie was nog redelijk slecht. Oh. Zatje. Oké, ik ben dus op zoek achter de leerling. Ja. We gaan krijgen hoe gevoelig voor het hoe dat is. Hoeveel heb je nodig? Op KHP staan we toch tussen de 10 en de 20, dus 2 euro. Maar ja, ik weet niet wat dan de voorwaarden. Wat heb je van, heb je inkomsten? Ik heb hier uitreksels mee van het laatste, maar nu zit ik momenteel, ben ik werkloos. Ja, ja. Maar ik heb wel gewerkt. 10 of 20 is. Ja, het is ja, maar ik ga toch een keer uitkrijgen. Die in Zuid-Afrika woont? Ja, ik in Zuid-Afrika. In Pretoria, Amsterdam. Ik had er al geen wist. Ah, Je woont in Isaga? Ja. Heb je een straat geweld? De Russelaarse straat. Zeg dan ook, hè? Russelaarse straat. Ja, Russelaarse straat. Ja, dat ziet ons weer... wel door mijn borst komen. Ah ja. Heb je twee die zo meepijnen? Of... Maar hoeveel is dat in die bar? Ik ben ook bezig met wat beleggingen van mijn... Dat ook haalde. Hoe lang is het? Wanneer zou ik weer betalen? Ik? Ben de mond? En waarom moet dat niet feiten? Ik zou wel vriendinnen liefde gaan zoeken in het buitenland. Ik heb een mooie tijd gedaan. Ja, want als je bedragen leidt, gaan ze ons al bewijzen vragen voor dat is. Ze zijn ja. De man is wel heel streng. Ja, dus, voor liefde te gaan. Ja. Ik heb een mooie tijd die tijd gedaan en dan heb je echt al liefde gewonnen. Is het zo? Allee, ook. Maar anders ja, het is hoe langer dat we leren hebben. Ja, ja, tot die tijd. Ja. Ja. Ja, ja, maar ja, ik zeg het hier juist gezien. Ja, ik ben dat hè, maar wacht, ja, tuurlijk. Nee, dat is dokter. Ah ja, ja, het is juist. Dokter? Ja. Ik kom dus jij moet bewust gaan vragen. Ah, tuurlijk, oei, ja. Een erectie of zo. Ja, een probleem dat. Ja, ja, je kunt dat heel gewoon krijgen. Dat heb ik ook nodig, want het is aan het vragen. Wat ik kan maken, als je zegt dat dat misschien rap in orde komt, kunnen we dat morgen of zelfs misschien vandaag nog al in de briefbus komen smitten? Houd ik moeders dan op eens woord pakken? Ja. Ze storten hun vandaag gewoon de fucking hel en ze gaan hun storten, Steffens. Zonder boven. Zonder boven. Daar is dat. Ja, ja, ja. Hoe gaan we er doen met dat? Investeren in belegging of zo. En de plaat dan sponsoring, maar dan nu... Leerling, ploeg! Ik heb een briefje in van mijn acteur, oftewel bewust dat hij nog rechten kreeg en zo. Ja, en toen kunnen we dat geld vandaag. Toen kreeg ik 20 euro cash. Vandaag nog. Meer het, weer, meer het, niet meer de... Wat dan? Zo is een compassie, weet je. Ja, waar. Dat was waar, hè. Als je hier in Afrika geboren spannend, hè? Zalig. Zit je er klaar voor? Ja, ik zit er klaar voor. Sowieso goedkeurd. Oh, super. Ja. Super, super. Maar kan natuurlijk. Dat briefje, ja. Dus ja, hou je er gewoon dat briefje. Dus ouwe dat briefje dus... Dus dat vandaag ben je eraan, dan doe je de starting. Is dat zo? Ja. Maar ja, okay. Je bent van, hè? Oké. Okay. Ja, ja. Goed. Ja. Ja, ja, ja. Dus, dat is niet dat we zijn, hè? Oké, maar eigenlijk nu hoor ik even hoe concreet is. Dus ja? Er is geen mogelijkheid dat we er dat geld nu wel zo kunnen krijgen. Of dat we dus rekeningnummer aan geven voor de zekerheid, verstaan je het? Nee, heeft dat rekening. Dat is toch wel, hè? Dat is mijn rekening. Wil je een keer opschrijven? Ja. Dan kom ik het wel aan, hè, van je? Ja. Je de stort na en dan gaan we hier komen zetten en dat doen we. Ja. Ben, meisje. Zeg het een keer. Eerste dingen, Snowblow Records, de leerling is Ben, blaf.
Wij bij kloon. Is dit geprankt? Oh, zacht. Zacht komt dat in het kop. Ik weet niet of hij dit doet, weet ik. Dat is juist, zo kun je niet doen, maar dit is een